Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, veiligheid, fundamentele voorwaarden voor economische ontwikkeling. IMF, onmisbaar in diversificeren van de Surinaamse economie. En medicamenten gearriveerd ten behoeve van Surinaamse gezondheidszorg. Veiligheid is een fundamentele voorwaarde voor economische ontwikkeling. Het voorgaande zei parlementariër Juan Rui Wang op maandag 15 januari 2024 bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee. Het parlementslid ging tijdens zijn spreekbeurt in op de actuele veiligheidssituatie in Suriname. Hij bracht dit in lijn met economische ontwikkeling. Volgens Wang heeft Suriname veel mogelijkheden voor ondernemerschap. Echter stuiten investeerders op complexe regelgeving. Wij brengen u het volgende fragment. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we staan vandaag hier om ons te buigen over de begroting 2024. Die is ingediend door de regering. We weten dat een aantal zaken de samenleving rechtstreeks raken. En we hebben het afgelopen jaren te maken gehad met koopkrachtdaling, waar burgers bewuste keuzes maken bij het aanschaffen van de basisbehoeften. Om een land goed te kunnen draaien, heb je sowieso productie nodig en investeringen. En ook investeerders. Helaas hebben we nog steeds te maken met veel drempels die opgeworpen worden voor investeerders om makkelijk zaken in Suriname te doen. We zien een duidelijke trek van ondernemers naar andere landen. Voorzitter, we gaan de onderwerpen behandelen. Een heel belangrijk aspect, voorzitter, is de veiligheid. Veiligheid is een fundamentele voorwaarde voor economische ontwikkeling. Als burgers zich niet veilig voelen, voorzitter, zijn ze minder geneigd om te investeren en te ondernemen. En dit heeft een negatieve impact op de economie en de werkgelegenheid. In Suriname is de veiligheid de afgelopen jaren een zorgpunt. Er is sprake van een toename van criminaliteit, waaronder geweldsmisdrijven en drugshandel. En dit heeft een negatieve impact op het land en haar inwoners. Iedere keer, voorzitter, blijf ik dit aspect aanhalen. We hebben op social media beelden mogen waarnemen hoe een senioren burger met een beperking overrompeld en mishandeld werd. Het is inderdaad fijn om te zien dat de minister van Justitie en Politie een bezoek is gaan brengen aan haar, maar zij is slechts één van de zoveel gevallen in Suriname die beroofd is geworden met geweld. We zien een target op ondernemers en die worden systematisch en continu het slachtoffer van roofovervallen, waar ze verminkt achter worden gelaten. En we merken geen opvoering van de veiligheid, nog zien we meer politiewagens die surveilleren. Wanneer mensen bellen naar politiestations, worden ze geantwoord met zaken als kom naar het politiestation om een aangifte te doen, of we hebben geen wagens binnen. Of je krijgt duidelijk te horen, we hebben geen benzine. En dit is waar burgers mee geconfronteerd worden. Is de veiligheid van de burger niet meer belangrijk? De situatie van Atjoni was en eigenlijk is nog steeds zorgwekkend. Maar waarom moet een geval zich zo extreem voordoen voordat er wordt opgetreden? We moeten vernemen van de DC dat er niet genoeg agenten zijn en dat ze niet opgewassen zijn tegen de criminelen. Het lijkt alsof we in een staat wonen waar rovers en criminelen de upper hand hebben van de politie. Meneer de voorzitter, iedere keer pleit ik voor meer geld op de begroting voor veiligheid, zodat politie genoeg equipment heeft en kan optreden. Graag wens ik via u van de minister te weten waar het eigenlijk mis is gegaan. Waarom kan de politie niet optimaal ingrijpen en zelfs uitrijden om de burgers tegemoet te komen? Hoeveel van de begroting van 2023 is daadwerkelijk besteed en uitgegeven aan het garanderen van veiligheid?
Er wordt elke keer gezegd, er is geen vervoer. Hoeveel wagens zijn in bezit van KPS en hoeveel wagens worden per dag getankt om de samenleving te beschermen? Ja. Meneer de voorzitter, ik wil zeker een kwestie aan de orde stellen. En dat is wapens. Het beschikken over wapens. Wat zijn de procedures eigenlijk? En wie mogen wel wapendragers zijn en wie niet? En hoe zit het met burgers die nu al een wapen hebben? Ik vraag dit omdat bij een recent moord- en zelfmoordgeval, precies hier achter ons DNA-gebouw, hebben we beelden gezien waar de dader een wapen in zijn hand had. En het betreft natuurlijk een burger. En vandaar mijn vraag aan de minister van Justitie en Politie via u, voorzitter. Als het heel makkelijk is om aan een wapen te komen, wie verkopen er allemaal wapens in Suriname? Hoe kan iemand op een legale manier aan een wapen komen? En hoeveel illegale wapens heeft KPS onderschept het afgelopen jaar? Want KPS heeft een persconferentie vorig jaar gehouden na het incident in het Matawai-gebied, waar verschillende onderschepte wapens tentoon zijn gesteld. Meneer de voorzitter, wanneer we praten over KPS, zijn er reeds nieuwe recruten getraind en beschikt het KPS en de brandweer en alle andere eenheden bij Juspol over adequate kleding, schoeisel en andere die nodig zijn om hun werk naar behoren te doen? We hebben afgelopen jaar zoveel brandgevallen meegemaakt, gisteren nog en vanmorgen nog, vooral op Paramaribo Noord. Komt er beter beleid dit begrotingsjaar om te voorkomen dat we weer zulke gevallen hebben waar de brandweer niet genoeg water heeft of niet over genoeg voertuigen beschikt? Ik wil het ministerie van Justitie en Politie oproepen om de veiligheid in Suriname te verbeteren. En dit kan door meer te investeren in politiecapaciteit, door te samenwerken tussen de politie en andere overheidsinstanties te verbeteren en versterkt de rechtsstaat. En daarna ga ik even praten over het ministerie van Economische Zaken. In Suriname zijn er veel mogelijkheden voor ondernemerschap. Het land heeft een jonge en groeiende bevolking, een rijke natuurlijke hulpbron en strategische ligging. Ik wil het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie oproepen om de ontwikkeling van ondernemerschap te ondersteunen. En dit kan door het versterken van fondsen, door het bieden van training en advies en door de regelgeving te vereenvoudigen. En het is nog steeds niet makkelijk voor burgers die een eigen zaak willen opzetten. Ik pleit er zeker voor dat er meer voorlichting komt op dit gebied, want als je niet produceert, kan je als land niet vooruit gaan. Meneer de voorzitter, wanneer we praten over de controle, dan schort nog veel op dat gebied. Ook ben ik van oordeel dat EZ een meer ondernemersvriendelijke klimaat en omstandigheden moet creëren. We zien nog steeds te veel bedrijven opengaan en om daarna de deuren weer te sluiten. Waar blijft de begeleiding? Ook de informatie waar ondernemers kunnen aankloppen om aan de fondsen te komen is niet helemaal duidelijk. Ik weet dat de minister en haar ministerie werkt, maar overal is het slecht wanneer het komt op communicatie naar de gemeenschap toe en in deze de ondernemers. Meneer de voorzitter, ik haal deze aan omdat continu wordt geroepen ontwikkeling van olie sector over een aantal jaren. Maar het is bij uitstek de regering die de infrastructuur daartoe in orde moet maken. We weten dat veel ondernemers een goed draaiende onderneming hebben dankzij de ontwikkeling van de industrie. Maar de know-how moet er wel zijn. En we kunnen toch ook technische ondersteuning vragen van partnerlanden. We weten dat je bedrijven nodig gaat hebben die water gaat kunnen leveren, bijvoorbeeld voor de offshore activiteiten. En hetzelfde geldt voor voedselleveringsbedrijven en distributiebedrijven. We weten ook dat de transportsector een belangrijke rol moet gaan spelen. Dus niet alleen de horecasector. Maar daarbij komt kijken dat je certificering moet hebben. En dat is een traject dat het ministerie zeker moet gaan voorbereiden. En wanneer ik dit zeg, bedoel ik alweer niet dat men jarenplannen moet gaan schrijven,
We hoeven heus niet het wiel weer uit te vinden. Kijk gewoon naar landen die profiteren van de olieindustrie. Meneer de voorzitter, ik zie graag een reeks aan vragen die ik beantwoord wil krijgen en met name over handelsdiversificatie. Welke concrete resultaten zijn er geboekt op het gebied van handelscertificatie? Welke nieuwe exportmarkten zijn er geopend? Welke rol heeft de overheid gespeeld in het bevorderen van handelsdiversificatie? Wat zijn de uitdagingen die nog moeten worden overwonnen om handelsdiversificatie te realiseren? Wanneer we het hebben over verbeteren van het ondernemingsklimaat, welke maatregelen worden genomen om het ondernemingsklimaat in Suriname te verbeteren? Welke focus ligt op het verbeteren van de regelgeving, het faciliteren van ondernemers en het stimuleren van innovatie? Hoe wordt de impact van deze maatregelen gemonitord? Hoewel er andere mogelijkheden waren om Suriname uit het economische dal te halen, is de keuze voor het Internationaal Monetair Fonds de beste optie geweest. Karel Eckhorst, Surinames hoofdonderhandelaar bij het IMF, stelt dat het fonds Suriname helpt om zelfstandig inkomsten te genereren en op eigen benen te staan. Het IMF is vooral van belang in het helpen diversificeren van de economie. Dit zodat er meerdere bronnen van inkomsten ontstaan dan alleen de mijnbouw. Eckhorst zei het volgende op donderdag 11 januari tijdens een informatiesessie in de congreshal. Wat ik ook veel hoor van mensen, vooral in het begin, nu veel minder, is dat er andere keuzes waren. Travas bende. Dat zeiden mensen van, ja maar, we konden andere dingen doen. Travas altijd dit. Er zijn altijd alternatieven als het gaat om het aanpassen van die economie. De vraag is altijd, zet al de alternatieven naast elkaar en kom met de minst pijnlijke en minst ingrijpende en eentje die kort de zaken aanpakt en daarna de verlichting voelbaar maakt. En alles op een rij zettend kwamen we op het programma voor herstel met ondersteuning van het IMF. Dus nogmaals, er waren ook andere mogelijkheden. Een van de mogelijkheden heb ik zelf heel, in een heel vroeg stadium besproken met, of het is aan mij voorgelegd door de vorige president op 2 februari 2020. En dat was een voorstel waarbij olie in een vroeg stadium, de gevonden olie, toen was bekend dat er 2 putten ontdekt waren in blok 58 en dat er een bod was van een grote multinational om een bepaald bedrag te geven voor die 2 putten. En dat zou Suriname dan helpen om in elk geval de schulden af te betalen. En wat geld zou dan waarschijnlijk overblijven om de staatsfinanciën aan te vullen. Ik heb toen meteen gezegd, kijk, ik ben geen olie-expert. Maar het enige wat ik zeg is, gaat u precies na wat men wil. Wil men de 2 putten voor dat bedrag of wil men dat heel blok voor dat bedrag? En dat was op dat moment niet bekend. Wat ook niet bekend was, is hoeveel olie in die putten zat. Ik praat over 2020, februari 2020. Niks was bekend over hoeveel gevonden was. En het zou voor Suriname een nare nasmaak met zich meebrengen. Als we op dat moment, en ik ga 3 cijfers voor u noemen, als we op dat moment 4 miljard hadden gehad van die multinational, voor de putten, omdat we 4 miljard nodig hadden om onze schulden af te lossen. Terwijl we nu, met de kennis van nu, weten dat Total en Apache en Staatsolie samen 9 miljard gaan investeren
in de exploratiefase om de putten tot ontwikkeling te brengen. Staatsolie komt in met 20% daarvan, dat is ongeveer 1,9 miljard. En dat waarschijnlijk een waarde van rond de 80 tot 100 miljard US dollar aan olie daar zit. Dus we zouden voor een appel en een ei 4 miljard dollar, voor mij en voor u natuurlijk geen appel en een ei, maar voor de natie en de generaties daarna zouden we voor een appel en een ei de twee putten of dat heel blok weggeven. En later spijt van hebben omdat we zouden merken dat er bijkans 100 miljard US dollar aan olie daar zat. En het aan ons neus voorbij zou gaan. Dus dat is een van de opties die er was op tafel. Er waren ook andere opties. De meeste waren gekoppeld aan olie. Dat was gevonden. Dus, maar nogmaals. De optie. Die zou zorgen voor herstructureren van de economie. Zodat we nooit meer in diezelfde situatie zouden terechtkomen. Was de optie met het IMF. Dat is wat we nodig hebben. Herstructureren van de economie. We doen het op tijd. Ik blijf zeggen we doen het op tijd. Omdat we over een paar jaar, wanneer we de miljarden gaan ontvangen uit de olie, we gereed moeten zijn. Onze instituten gereed moeten zijn. Onze wetgeving gereed moet zijn. Onze economie, de absorptiecapaciteit van onze economie, gereed moet zijn. Onze terugbetaalcapaciteit voor schulden moet gereed zijn. Moet goed zijn, moet goed zitten. Als die zaken niet goed zitten, zullen we de miljarden zien binnenkomen, maar we zullen ons aan het eind afvragen waar al die miljarden naartoe zijn gegaan. Dit wat ik hier zeg, is geen ver van ons bedshow. We hebben het al meegemaakt. We hebben het meegemaakt met ontwikkelingshulp. We hebben het meegemaakt met inkomsten uit de bauxietsector. We hebben het meegemaakt met miljarden inkomsten uit olie en goud. Tussen de periode 2009 en 2014. Het is niet een ver van ons bedshow. Willen we niet steeds in die herhaling, in diezelfde situatie terechtkomen? En ik mag u zeggen, als we kijken naar de trends, de lange termijn trends, dan merken we dat er een cyclische beweging is in de uitkomsten van onze economische structuur. Maar die cyclische beweging, we zien in die verschillende cycli, zien we steeds een verergering van de situatie. Omdat aan het begin, toen wij constateerden dat er een cyclus was in onze structuur, we te maken hadden met ontwikkelingshulp uit Nederland, dat ondersteunde. We hadden later wat ontwikkelingshulp en geld uit bauxiet. Daarna kwam olie bij, daarna kwam goud bij. Maar de afgelopen jaren merken we dat dat verslechtert, omdat ontwikkelingshulp is komen weg te vallen. Maar ook de afhankelijkheid aan natuurlijke hulpbronnen maakt dat we meegaan met de conjunctuur en prijzen. We zijn geen prijsmakers, wij bepalen de prijzen niet, we zijn prijsstekers. Dus elke keer wanneer de prijs omhoog gaat, lachen we, nemen we een paar duizend ambtenaren in dienst en wanen we ons rijk. Maar we corrigeren de onderliggende structuur die daarna, wanneer de val in de prijzen komt, gaat zorgen voor narigheid. We corrigeren die structuur niet. Om in elk geval die klap op te vangen. En daarom, het IMF alleen gaat het voor ons niet doen. Wij hebben IMF gevraagd en in het kielzog van IMF ook IDB om ons te ondersteunen. We zullen in elk geval na het programma met het IMF, dus eigenlijk na eerste kwartaal van 2025, zullen op eigen benen moeten staan als het gaat om zelf inkomsten genereren, om onze uitgaven te dekken, als het gaat om zelf uit eigen inspanning onze schulden af te lossen. En als het ook gaat om het diversificeren van die economie, zodat we meerdere bronnen van inkomsten hebben dan alleen de mijnbouw. TMS Global NV, onder leiding van Chief Executive Officer Bharat Tewari, heeft met succes een lading essentiële medicijnen afgeleverd vanuit India. De medicijnen, waaronder
20.000 vials van heparine injecties en 20.000 vials van meropenem injecties zijn op 11 januari aangekomen in Paramaribo. Deze medicijnen zijn van cruciaal belang voor de acute zorg in Suriname, waar momenteel aanzienlijke tekorten zijn. TMS Global NV als Surinaams bedrijf met internationale partners heeft zich tot doel gesteld om de Surinaamse gezondheidszorg te verbeteren door betaalbare, hoogwaardige geneesmiddelen direct uit eigen productie en via partners te leveren. Dit initiatief is tot stand gekomen met de actieve ondersteuning van president Chandrika Persat Santokhi in samenwerking met relevante ministers en functionarissen, waaronder de ministers van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken, de directeur van het Bureau Geneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS, en de directeur van investeringen van de Suriname Investment and Trade Agency. In april 2023 ondertekende TMS Global NV een intentieverklaring met BGVS gericht op het verbeteren en betaalbaarder maken van de voorziening van essentiële geneesmiddelen, medische apparaten en andere gezondheidsproducten in Suriname. Kijkers, tot zover Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.